Wethouder Welles, de Raad van Gennep in de vorige vergadering heeft het gehad over haar mening over windmolens. Ja, daar hebben ze het inderdaad over gehad. Ze hebben een motie aangenomen door alle fracties ondersteund. En die hebben wij als college ook overgenomen. Ja, dan gaat het specifiek over de plannen in Duitsland om in het Rijkswald, Kartenspielerweg, grote windmolens neer te zetten. Wat vond de Raad? Nou, de Raad is daar niet zo heel blij mee. En wil dus dat wij als college al ons uiterste best zullen doen om te kijken wat er mogelijk is om die plaatsing van die windmolens tegen te houden. Nou, wat heeft u als gemeente op dit gebied al ondernomen? Nou, best al heel veel. We zijn natuurlijk al een tijdje bezig hiermee. We hebben inspraakavonden bezocht van de gemeente Kranenburg, onder andere over de locatiekeuze. Ja. En over de partner die de gemeente Kranenburg heeft gekozen, Abowind in dit geval. We hebben een zienswijze ingediend op het regionaal plan Düsseldorf. We zijn met onze eigen provincie aan de slag gegaan om te kijken of we daar onder ambtelijke ondersteuning kunnen krijgen. Dat heeft de provincie ook toegezegd trouwens. Wethouder, ambtelijke ondersteuning, wat moeten we daarbij zien? Nou, waar we bij tegenaan lopen is dat we natuurlijk met een Duitse overheid te maken hebben. Ja. En wij als gemeente niet zo goed op de hoogte zijn van alle internationale procedures en de procedures in Duitsland zelf. Okay. En daar gaat met name de provincie ons in ondersteunen. De buurgemeente Groesbeek, die is ook niet zo blij met de plannen. Nee, Groesbeek is inderdaad niet zo blij met de plannen en daar trekken we dus ook nadrukkelijk samen mee op richting Kranenburg. Wat we bijvoorbeeld samen gaan doen is kijken of we samen een Duitse jurist in kunnen schakelen die voor ons de procedures gaat volgen en ons in ieder geval aangeeft op de momenten aangeeft waarop wij moeten reageren. Gaat u met Groesbeek ook nog naar Duitsland praten met de gemeente? Ja, dat is een van de dingen die we ook van plan zijn om een afspraak te maken met de gemeente Kranenburg. Om nog eens nadrukkelijk onze zorgen uit te spreken over de locatie van de geplande windmolens. Ja, wethouder, dan heb ik me door u laten vertellen dat u een raadsinformatiebrief heeft gestuurd. Wat is dat? Dat is precies wat het is, dus wat het zegt. Als wij belangrijke onderwerpen hebben, dan willen wij de raad daar graag in meenemen zonder daar officieel een raadsvergadering aan te wijden. En geven wij dus de raadsleden informatie op papier, zodat zij in dit geval niet bijgepraat, maar bij zijn qua informatie. Als nou de burger bij wil zijn op gebied van informatie, waar kan hij dat dan vinden? Daar hebben wij natuurlijk een mooie website voor. En dat kunnen ze vinden op www.gennep.nl/windmolenpark. En daar staat allerlei actuele informatie, krantenartikelen die zijn geschreven. En verwijzingen eventueel naar interessante websites die ook over windenergie gaan. Ja, en dan nog een keer heel duidelijk. Het gaat niet over windenergie algemeen, maar windenergie daar. Nou, precies. Wij zijn zeker niet tegen windenergie. Graag zelfs. We hebben daar ook een taak in. Maar de locatie vinden wij wel heel ongelukkig. Niet alleen de locatie omdat het zo'n mooi gebied is, ook. Maar ook omdat het er zoveel zijn. En met name ook omdat ze zo gigantisch hoog zijn. 200 meter worden ze. Goed, en u spant in deze, wel wat heet samenspannen, maar u gaat ook samen optrekken met andere groeperingen als ik het wel heb. Nou, we zijn aan het kijken of we een taskforce kunnen inrichten en daarin zal Gegenwind vertegenwoordigd zijn, Natuurmonumenten, de gemeente Groesbeek wellicht, de dorpsraad Venzelderheide, misschien de politieke partijen van Gennep, kijken wie daar mee wil praten en hoe we de zaken kunnen organiseren. Wethouder, ik denk dat er het laatste woord over deze zaak nog niet gesproken is. Dat vermoed ik heb ik ook niet. En wij zullen er alles aan doen om toch onze stem te laten horen bij onze Duitse buren. We gaan dit onderwerp samen met u volgen. Dank voor uw toelichting. Heel graag gedaan, wederom.